Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft gisteren zijn traditionele kerstdonatie gedaan aan de stichting Prasoro voor het kind in nood. Prasoro is een stichting die wezen of verlaten kinderen opvangt en gezinsvervanging biedt. Minister Steven Reliefeld van RGB schonk de stichting waardebonnen met een totale waarde van 20.500 SRD voor levensmiddelen. Volgens Reliefeld heeft het ministerie vaker donaties gegeven aan Prasoro. Hij zegt dat de president een beroep heeft gedaan op de ministers om het geld dat ze hebben ontvangen voor relatiegeschenken te delen met de gemeenschap. Sociale instellingen. En ik zeg van ja, de president heeft een beroep op ons gedaan. En daar geef ik uiteraard uitvoering aan. Maar ook al de president geen beroep op ons had gedaan. Zij die het weten, de directie, de voorzitter, personeel, de verzorgers, de kinderen die mij nog herkennen, weten dat ik elk jaar weer hier ben. En het is niet alleen rond kerst, zoals ik het heb aangegeven. Elk moment waarbij ik kan inspelen op een behoefte, ben ik weer hier aanwezig. Steven Reliefeld, minister van RGB, heeft vanmorgen een donatie gedaan aan de stichting Prasoro voor het kind in nood.